heb zojuist iets verteld over IAM Pro. Dat staat voor Infrastructuur Asset Management voor Professionals. En, met name het kennisplatform wat gaat over het delen van kennis die we opdoen op het gebied van asset management. We richten ons daarbij op de opdrachtgeverskant om om asset management in te richten. We ontwikkelen een aantal bouwstenen en die bouwstenen die moeten kennis beschikbaar maken. Zoals bijvoorbeeld areaaldata op orde krijgen. Hoe doe ik dat? Een bouwsteen moet straks zichtbaar maken hoe ik iets ontwikkel en hoe iets tot stand komt. En op die manier door anderen kan worden gebruikt. Op deze manier proberen we door het aantal bouwstenen bij elkaar te brengen, asset management breed toepasbaar te maken en te verpraktiseren. Zodat iedereen en iedere opdrachtgevers, maar ook straks opdrachtnemers, daarover op eenduidige wijze in gesprek kunnen. Are you ready? Ik heb zoiets van certificering, het doel aan zich om dat certificaat, daar moet het niet om gaan. Maar als nou, vanuit mijn oogpunt zou ik zeggen, je moet je laten certificeren om professioneel bezig te zijn met je werk. En dan kan het een hele mooie tool zijn om alles goed in orde, alle processen netjes met elkaar te verbinden. En dan denk ik van dan moet je gaan certificeren. Maar als je het gewoon netjes op orde hebt, het certificaat moet niet een doel aan zich worden. Wat we vaak horen bij bedrijven, ook van adviseurs en van bedrijven zelf, is dat er een bepaalde stok achter de deur moet zijn om daadwerkelijk een bepaalde deadline te halen, om het te gaan implementeren. En daar kan certificering een heel belangrijk middel voor zijn. En daarnaast hebben wij de kennis en expertise in huis om op een goede manier zo'n audit uit te voeren, wat ook een stukje meerwaarde moet geven naar de bedrijven toe. Als BAM Infra Asset Management hebben wij het achterliggende half jaar heel hard gewerkt aan het behalen van onze certificeringen. Vandaag hebben wij de kroon op ons werk gekregen als compleet team met het uitreiken van de ISO 55001, een certificaat voor Infra Asset Management. En hiermee tonen wij objectief aan onze klanten en aan de markt dat wij ons asset management proces volkomen beheersen.